Les chansons de Bilitis, Debussy, Pierre-Louis. Pierre-Louis is een dichter geweest die heel veel bedacht heeft. Hij was een klassicus. Hij leefde in het Parijs van rond de jaarwisseling. En, zoals u zich misschien kunt voorstellen, hij had veel fantasierijke ideeën. Hij behoort, zoals we dat zeggen, tot de poëtische stroming van het symbolisme. Het aardige is dat Pierre-Louis uiteindelijk ook heeft deelgenomen aan veel salons die in Parijs in die tijd in de mode waren. Een salon is eigenlijk een soort literaire club die bij elkaar kwam om te spreken over de nieuwe dingen die op dat moment aan de orde waren. En het waren zaken die betrekking hadden op kunst. En die kunst, daarvan moet u zich voorstellen dat het kunst is die een laag pour laag principe aan de orde stelde. De kunst om de kunst. Als je de Chanson de Bilitis leest, en het zijn meerdere gedichten, dan zal iedereen het opvallen dat ze min of meer erotisch van aard zijn. Soms zelfs pornografisch. Ze zijn ingenieus. En Pierre-Louis heeft deze eigenlijk geschreven met de gedachte iets vanuit de sfeer van het oude Griekenland naar voren te brengen. Het is nog erger misschien wel. Pierre-Louis heeft gefingeerd dat die gedichten ooit in het oude Griekenland geschreven waren. Voor een prachtige vrouw die Bilitis heette. Deze vrouw die zou afkomstig zijn uit dat Griekenland in de tijd van Sappho van Lesbos. Zij zou ook Sappho van Lesbos ontmoet hebben. Deze gedichten die werden gevonden in de 19e eeuw, althans dat schrijft Pierre-Louis in zijn voorwoord, in een grafkamer waar de stoffelijke resten van onze Bilitis rusten, al eeuwen. Nou is het aardige, als je erover gaat nadenken, dat Pierre-Louis uiteindelijk in een stijl deze zaken heeft geschreven die zo fantastisch is, dat heel veel linguisten in die tijd meenden dat dit oorspronkelijke Griekse gedichten geweest moesten zijn. Goed, Pierre-Louis valt een keer door de mand, zouden wij nu denken. Pierre-Louis was gelukkig dat het bekend was dat uiteindelijk deze gedichten van hem waren, in het Frans waren geschreven en inderdaad in het ritme en in de rijm, uiteindelijk het rijm moet ik zeggen, uiteindelijk van de Grieken vorm had gekregen. Sommige linguisten in Europa, die toch deze gedichten al hadden aangegrepen om eindelijk van het bestaan van Sappho van Lesbos te kunnen spreken als een echt historisch gegeven. Deze waren teleurgesteld. Anderen vonden dit een geweldige, ja, je zou zeggen, bijna zeggen, een soort grap. En ik kan u vertellen dat in ieder geval deze Pierre-Louis in bepaalde kringen enorm gewaardeerd werd voor datgene wat hij eigenlijk bedacht had. Men genoot van zijn taal. Zijn taal die geparfumeerd is. Zijn taal die op de een of andere manier sferen weet te creëren die waarschijnlijk alleen maar in muziek op de een of andere manier vorm te geven zouden zijn. In deze periode dat dat gebeurt, onderhoudt Pierre-Louis een vriendschap met Claude Debussy. Claude Debussy was een jaar of 10 ouder dan Pierre-Louis. En Pierre-Louis was erg onder de indruk van de muziek van Debussy. En Debussy was overigens zeer sterk aangetrokken door alles wat met poëzie te maken had. Hij werd ook geaccepteerd binnen de kring van die symbolisten die in Parijs furoren maakten. Naast Baudelaire is dat Maeterlinck en zijn dat anderen geweest. En Pierre-Louis is eigenlijk op de een of andere manier vereerd geweest, omdat Debussy op een bepaald moment in de jaren 90 van de 19e eeuw aan hem Trois Chansons de Bilitis aanreikte als een geschenk. Nou, die Trois Chansons zijn belangrijk, maar daarna is er nog iets gebeurd. En dat heeft weer te maken met een van de bevriende leden van zo'n salon, die uiteindelijk Debussy heeft uitgenodigd om een soort mimespel met declamatie, ondersteund door Celesta, twee harpen en twee fluiten, aan de orde te brengen. Op de bühne te brengen. En dat is gebeurd als een soort, je zou kunnen zeggen, gelegenheidsstuk
in 1901 in een klein theatertje in Parijs, waar uiteindelijk toch 300 genodigden waren die, laten we zo zeggen, in het algemeen onder de indruk waren wat daar gebeurde. En dames en heren, het is zo dat uiteindelijk die partituur, die geïmproviseerde partituur van Debussy verloren is gegaan. Dat wil zeggen, er zijn nog fragmenten van overgebleven, maar bepaalde partijen zijn eigenlijk alleen maar voor die ene keer geschreven. En dat houdt dus in dat er later reconstructies zijn gemaakt. En die reconstructies die laten iets zien en iets horen over datgene wat Debussy had bedacht in zijn adoratie en zijn samenwerking met Pierre Louis.